Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Jullie zien het, ik heb hier een pakje Fortnite kaarten in mijn handen. Ik kwam deze tegen in, uh, in de winkel. Mijn vrouw, juf Jannie, die heeft van uh, hetzelfde merk van Panini, het heet ze. Dus. Ja, kijk. Panini. Daar heeft zij uh, LOL kaarten van. En van Panini heb je ook voetbalkaarten en zo. En we hebben natuurlijk op dit kanaal ook al Pokémon kaarten geopend. Maar ik zag dus dit. Fortnite kaarten. En dit is een uh, value pack. En een value pack, daar zitten dus 20 kaarten in... En er zit een speciale kaart in. En ik heb geen idee wat dit is. Ik, weet, ik dacht eerst dat het misschien plakkaartjes waren, zoals bij een voetbalkaarten. Maar het is volgens mij meer zoals Pokémon kaarten. Um, ik weet niet. Er zitten 300 kaarten. zijn er 100 basiskaarten. 50 uncommons. 50 rares. Nee, dat staat hier allemaal. Uh, 50 Epics en 50 Legendaries. Also, look for these. Nou, er zijn ook nog random. Er zijn ook nog. Uh, Gewone kaarten die uncommon holo. Dus een zijn holofoils, rare holofoils, epic epic holofoils. Um, gemiddeld zitten er ongeveer een op de, in één op de twee pakjes zitten speciale kaarten. Oké. Okay. Uh, er is geen missende kaartservice available. Dit pakket met 20 kaarten vond ik best duur. Was 6 euro. Maar je hebt ook uh, met zes kaarten. Volgens mij was het een pakje met 6 kaarten. En die was 2 euro. Dus, dit, uh, dus als je dat dan keer drie doet, dan krijg je hier meer kaarten bij. Nou ja, dit is iets goedkoper geloof ik. En uh, omdat ik gewoon één pakje wil openen, dus hier zitten dus twintig kaarten in. En die gaan we dus openmaken. We gaan kijken wat erin zit, wat het inhoudt. En uh, nou, ik weet niet, misschien is hier ook een speciale manier van openmaken zoals bij die Pokémon kaarten. Geen idee, nou, ik leg dit even zo uh, leuk in beeld, of we nog een beetje kunnen zien wat het is. Het is veel karton in ieder geval. Dat uh, zie ik nu al wel. Laten we eens gaan kijken. Hier staat op uh, nou ja, Fortnite Raven Legendary Outfit. Het is nummer 284 en het is een lama. Nou, het is in ieder geval een skin. staat op de achterkant nog wat. Nee, er staat het plaatje. Dus dit is wat je krijgt. Er is niet iets als een boek voor. Het is inderdaad geen sticker. Maar dit is dus Raven Legendary Outfit. Volgens mij zijn dit dus de outfits die je kan krijgen. Wat is dit? Dit is Earhart. Amelia Earhart. Nou, ja, ze heet niet Amelia, maar daar lijkt ze natuurlijk op. Dat is de eerste vrouwelijke vliegenier. Tenminste, de eerste vrouwelijke. In ieder geval eentje die bekend is. Volgens mij was zij de eerste die de wereld rond vloog. Nummer 153. Een rare outfit. Heb ik nu alle rares meteen of zo dat ik dat doe? Ja, Fortnite. Oké, okay, dus je krijgt hier nu dus allemaal Fortnite skins. Even kijken, wat is een leukere manier om dit uh, dan te doen? Uh, nou, we gaan gewoon zo beginnen. Dit plaatje. Het is een plaatje. Iemand in een vizier. En het heet een Common nummer 94. Het is de Disco Lama. Een Disco Lama. Oké. Okay. Dus misschien is het wel zo geordend dat alle. Um, nou, dit is legendary. Dit is rare. Ik heb geen idee. Wat vinden jullie hiervan? Wat denk je dat je hiermee kan? Wat zouden jullie hiermee doen? Heb je hier een speciaal spaarboek voor nodig? Ik zie hier gewoon een screenshot uit het spel. En hier staat Common. Staat er nog iets anders, maar ik ga hem even heel dichtbij houden. Hier, kijk even naar dit plaatje. Terwijl ik kijk of er hier iets extra's bij staat. Nee, er staat alleen een nummer bij. Nummer 75. Iemand met een speciale outfit aan. Zo. Hier ook weer een screenshot van het spel. En. Oh, de lootlame wacht even. Dat is misschien wel grappig. Nummer 58, deze twee zijn. Uh, dit is hetzelfde, zoals je kan zien. Alleen de plaatjes zijn andere plaatjes van in de game. Oké, okay, dat is in ieder geval iets. Dus dan moet ik hem misschien andersom, op, andersom vasthouden. Ik heb geen idee. Nummer 17. Wat trouwens wel grappig is. Deze skin, die heb ik. Maar oké, okay. afgezien daarvan. Even los daarvan. Weer een. Uh, Screenshot van het spel, en dit zijn de pickaxes. En screenshot van het spel, nog meer pickaxes nummer 18. Hé! Hey. Oké. Okay. Zie je, dit zijn dus andere screenshots. Zoals je kan zien. Maar dit is dan weer hetzelfde: dit is dan. Uh, dit is hetzelfde, maar het is een ander nummer. Zie je dat? Het zijn dezelfde pikkauwelen. Alleen dit is nummer 45 en dit is nummer 18. En terwijl als we dus hier kijken, dan is dit plaatje uh, ook hetzelfde, nummer 58 en 94. Maar dan is die weer anders. Dus ik heb echt geen idee hoe je eigenlijk wat de voor- en de achterkant is. Dus wat je ervan een beetje moet bekijken. Dit is een Fortnite checklist. Wat staat erop? Hier is een... Oh, daar kan je je kaart op afstrepen. Maar dit is... Checklist is nummer 96. Oké, okay, dus dit is ook wel eentje die je kan sparen. En hier moet je dus op gaan afstrepen. Dat is heel bijzonder. Nou, dit plaatje is een, uh, weer een common. En dat is weer de disco lama. En dit is uh, het screenshot. Dus eigenlijk is het wat je een beetje, beetje verzameld zijn. Screenshots. Deze hebben we ook al. Het is dus nummer 26. Alleen we hebben dit plaatje, een common. Is het misschien. Nee, want common is hier rood. En hier is common oranje. En. Ik ga even kijken. Wat is handiger? Is misschien. Dan nou weet je. Ik ga ze gewoon dan maar. Nee, ik ga ze niet zo neerleggen. Want dan is dat allemaal dubbel. Dus ik ga het toch maar zo doen. En deze gaan we zo neerleggen. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Het is uh, screenshots van het spel. Of ik daar nou heel erg blij van word. Kan ik niet echt zeggen. Ik vind dit. Vind, die vind ik wel leuk. Ik, euh, nou deze vind ik op zich ook grappig, die tekeningen. Dat zijn echt, dat is echt artwork. Nou kijk, hier hebben we er nog eentje. Dit is ook echt, dit is de plunger. Die is cool. En hier de, oh de klinger, sorry. Het is een plunger, maar het is de klinger. En dit is een uncommon item, nummer 110. En euh, nou die zijn allebei de kanten hetzelfde. Ja, dat wordt een beetje lastig, dat wordt een beetje vol. Uh, nu komen een beetje de leukere kaarten, of in ieder geval de leukere tekeningen. Hier kan ik wel iets mee. Uncommon outfit. Prickly Patroller. Die ziet er ook leuk uit. Nummer 122. Nou ja, die gaan we gewoon hier overheen leggen. Een hamer. De drumbeat. Uncommon harvesting tool. De pickaxe is 112. Deze zie je. Dit ziet dit zit er wel al leuker uit. Deze is grappig. Dumbbells. Exercise. Uncommon harvesting tool. Nou ook dit ziet er weer. Ja, die gaat er ook gewoon maar over een screenshot heen. Die screenshots vind ik het minst spannend. Dus ook kan ik kan me voorstellen dat als je een pakje koopt, dat je dat niet zo fantastisch vindt. Terwijl deze tekening in de Madkit. Nou ja, die kent iedereen natuurlijk: 144. Die zien er op zich wel leuk. Deze is cool. De kersteditie. Juletide Ranger. Nou ja, Juletide is dan geen kerst. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een kerstoutfit. Uncommon outfit. Um, nou, die gaat ook maar hier overheen. De Mike Lead Swinger. Of led swinger. Het is de lead, dat is de hoofd. Maar ja, deze ook. Zie, nu beginnen een beetje de leuke plaatjes te komen. Waar zetten we dit neer? Hmm, misschien. Uh, nou, weet je wat? Ik ga gewoon even. Ik ga even mijn camera uitzoomen en uh, wat hoger neerzetten. Oké, okay, ik heb even de camera. We hebben iets meer ruimte zo gekregen. Ik weet niet of, of ik er echt onwijs veel op vooruit ben gegaan. Maar ja, dus de lead swinger. Die uh, kunnen we hier kwijt. Nou, deze moet toch, uh, toch maar even uit beeld. En dit is een. Uh, Ander plaatje die we hebben. Dit is Hyperion Rare Outfit, nummer 173. Deze. Oh, deze heb ik. Sorry. Uh, daar zijn we zijn hem nog helemaal niet. We zijn bij dit plaatje. Bright Bomber. Nummer 160. Een rare outfit. Zo. Jij mag uh, daarheen. Nou, oké. Okay, ik heb, als ik eerlijk ben, deze heb ik in. Uh, in Save the World Skull Ranger. En volgens mij heb ik die niet in gewoon die voornaam. Maar ik heb er wel een Save the World. Een rare outfit. Jij kan daar. En deze ken ik niet. Dit is Midnight Ops. Een rare outfit. Nou oké. Okay, dus wat zit er in. In zo zo'n pak van 20. Hebben wij hier de. Raven is een legendary outfit. Dit is een blijkbaar een legendary kaart. Denk ik. Gok ik. Ik weet het niet. Ik heb dus geen foil. En we hebben hier, Erhard, een, ook een rare. Dat zijn uh, de rares. Uh, nee, ik zet hem even hier zo neer. Nou, dit zijn dus de kaarten die je krijgt uit zo'n uh, serie 1 Fortnite value pack. Er zitten er dus twintig in. Um, hier zitten drie rares. Oh, wacht even, kan ik ook nog lezen? Zie ik nu pas. Drie rares in every pack. Dus in elk pak van deze twintig uh, kaarten heeft drie rares. Een epic in, in elke... Oh. Epic in every 2 packs, in elke 2 pakken zit een Epic. Een Legendary in every 4 packs, in elke 4 pakken zit een Legendary. En een Foil card in every 6 packs. Nou, dat bedoelen ze dus ermee dat je een 1 op 6 kans hebt voor een Legendary. En een 1 uh, op 4 kans voor een. Uh, uh, wacht even hoor. For, nee, voor een Foil is 1 op 6, voor een Legendary is een 1 op 4. En een Epic in 1 op 2 pakjes. En 3 rares in elk pakje. Nu is het dus niet zo dat als je dus vier pakjes koopt, dat je dan dat kan krijgen. Maar dan ja, dat zou het moeten kunnen. Dan heb je een grotere kans. Dus het is zo hebben ze het verdeeld. Dus per vier pakjes zou er eentje in kunnen zitten. Dus niet elk pakje heeft het. Maar dus 25% kans uh, heb je om dat uh, eruit te halen. Um, ik zou graag willen weten in de comments wat jullie hier nou van vinden. Wat vinden jullie nou van deze Fortnite-kaarten? Zeg je van, nou, dit is echt. Tien keer niks, of dan zeg je van nou, dit is wel vet, dit ga ik ook sparen. Um, ik ben uh, stel je zegt ik ben geen fan van Fortnite, nee nou ja, dan is het natuurlijk helemaal niks. Maar wat zou jij hier nou mee doen? Zou je dit gaan ruilen? Zou je dit gaan kopen? Wat vind je van de prijs van 6 euro voor 20 kaarten en uh, 2 euro voor 6 kaarten? Ik vind de, de grote plaatjes vind ik leuk, dus de outfits vind ik die vind ik cool. Um, deze, dus de, de pickaxes, vind ik ook nog cool. De screenshots. Dit gedeelte, nou die vind ik echt niks. En dan vind ik dit nog wel grappig. Weet je, dus deze gedeeltes ervan. Die vind ik uh, nog wel leuk. En hier heb je dan uh, deze persoon. En even kijken bij deze, heb je die deze dan, dan weer dubbel. Maar het zijn wel andere nummers. Dus dit vind ik dan nog grappig. De screenshots, ja sorry weet je, ik kan het spel starten en dan heb ik dat ook. Het is niet, er is, je ziet zelfs gewoon een, een health bar zie je in het beeld uh, staan bij uh, die mensen. Dus echt heel bijzonder vind ik dat niet. Daar hebben ze zich wel heel erg makkelijker van afgemaakt. Dit is natuurlijk wel leuk. Dit zijn gewoon de loading screens en zo. Die vind ik er wel vet uitzien. En de, uh, de pakken, Dus dat zijn gewoon tekeningen. Dat is artwork. En artwork vind ik altijd wel leuk om naar te kijken. Dus dat kan ik me voorstellen als dat als je dat verzamelt, dat je dat wel cool vindt als Fortnite fan. Maar wat ik er nou van vind, ik ben er nog niet helemaal overheid. Laat het me weten in de comments wat jij van deze spullen vindt. Of je dit een hot of een not vindt. En dan, euh, nee, nou ja, ik hoor het. En misschien ga ik nog wel meer pakjes openmaken. En misschien ook niet. Wie weet, tijd zal het zeggen. Tot de volgende keer. Doei doei.